Hij schoof aan bij koffietijd en in tegenstelling tot zijn ongemakkelijke reactie van zaterdag voor de camera van Shownieuws, ging hij nu wel in op vragen van presentatrices Vivian Slingerland en Quinty Trusvol. Ja. Je hebt bewogen weken achter de rug. Hoe is het met je? Nou, het is naar omstandigheden wel goed. Ja, het gaat oké. Okay. Het is iets wat wij intern zeg maar moeten oplossen en dat doen we ons best voor. Werk en ik ook voor mezelf vooral ook, hè, natuurlijk los van Tanja. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat het is. En ja, heel veel zinnigs kan ik er verder ook niet over zeggen. En het is ook iets wat eigenlijk natuurlijk de buitenwereld gewoon niet echt aangaat. Het is gewoon een privé kwestie. En dat is als je bekend bent, is dat vaak niet zo. Hè? Dat weten jullie allemaal, omdat sommige dingen op straat liggen. En dat is jammer. Ik heb veel mensen gesproken die zeggen, ja, we hebben dit ook doorgemaakt. Maar bij ons ligt het niet op straat. Ja. Honderden van dat soort reacties. Er zijn ook honderden collega's waar ik het van weet, waar het niet van op straat ligt, maar met die juice-kanalen nu waarschijnlijk binnenkort wel. Dus ja, dat is gewoon de tijd waar we in leven. Maar ik vind, het gaat in principe niemand iets aan. Het is iets interns. En dat is wel erg genoeg. En we werken eraan. Dus ja. Iets interns ook. Volgens mij lag hij zelf op straat, was het probleem. En dat trok een beetje de aandacht in brede kring. Ja. Maar ja, het is. Ik vind het best brutaal op reageert eigenlijk. Het is totaal niet van. Ja, sorry, vervelend. En nee, moet het intern oplossen. Het is vooral vervelend dat het op straat ligt. Ja, dat is het vooral. Wat hij bij ons van de week voor die camera stond te doen, dat was ronduit beschamend. Dat was zo kinderachtig. Voor de mensen die het niet gezien hebben, kun je het even een beetje omschrijven? Nou ja, dat hij over de langs lulde en over het weer begon. En echt flauw voor wat een verschutting was. Dat. En vandaag had hij kennelijk geoefend en er dit van gemaakt. En dan trekt hij ook meteen de kaart dat het zo zielig is dat de kinderen erbij betrokken zijn. Ja, want ook nog over zijn kinderen. Dat moet je zelf lekker realiseren. Ja. Op het moment dat je vrouwen uitnodigt om met een Uber naar je toe te komen, naar een goedkoop hotelletje. Dus ja, dat is jammer. En zegt hij nou, de kinderen hebben er weinig van meegekregen, want die zitten niet op social media, die reageren er heel relaxed op. En dat is dan weer het mooie van de hele zaak. Nou, het zal wel allemaal. We zien wel hoe het afloopt. Ja. En misschien dat we Tanja er een keer over spreken, zo langzamerhand. Ja,